Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Paardenpraat TV. In de vorige video hebben jullie gezien dat ik met George van Barcelona naar Nederland ben gereisd. En we zijn nu op stal, want George is ook nu op stal. We zijn aangekomen en in deze video ga ik jullie vertellen hoe het met George gaat, hoe hij het hier vindt en nog veel meer. Wil je het zien? Blijf kijken. George is hier nu een paar dagen en kijk, hiernaast zie je mijn vrachtwagen. We hebben George niet met mijn vrachtwagen opgehaald, zoals jullie weten, maar met een hele grote truck van Marshall Jordan. En zoals je in de vorige video kon zien, heeft George echt ontzettend luxe gereisd en daardoor voelt hij zich heel erg goed. En we gaan nu ook even naar hem toe. Ik hoop dat ik met mijn eigen vrachtwagentje nog heel veel avonturen met George en Yves en Vito natuurlijk ook mag beleven. Oké, nou, ik vertelde al, George is nu hier een paar dagen en ja, in het begin was ik ontzettend zenuwachtig, want ja, je haalt een paard toch helemaal uit een ander land. Gaat het wel goed met hem? Ja, tot nu toe is hij best wel gewoon, omdat hij zo goed gereisd heeft, heeft hij best wel veel energie. En de eerste dag toen ik hier aankwam heb ik niet gereden, heb ik gewoon alleen maar gestapt en heel even ja, gelongeerd. En ik dacht eigenlijk de eerste 3 weken ga ik gewoon ja, lekker niks doen, een beetje vrijgeven. Maar ik merk dat hij best wel veel energie had en kreeg. Dus ik heb al een keer een beetje heel rustig op hem gereden en ik ga vandaag weer rijden. Maar we gaan nu eerst even naar hem toe. Eén ding is wel erg. Ik was hier vandaag al geweest. En George, zoals jullie op de video's hebben gezien, is super mooi. Bijna wit, bijna zilver, parelmoer. Maar vannacht heeft hij dus in de poep gelegen. En ja, dat is wel echt balen van een wit paard. Kijk, Georgie, hallo. Oh wacht, Vito staat daar lekker naar buiten te kijken. Vito, oh, ik ga Vito straks echt een mega grote douche geven, want Vito is helemaal onder het stof. En oh, Yves staat daar ook. Altijd als ik aankom ga ik Yves altijd meteen eventjes een lekker worteltje en snoepje geven, want anders wordt Yves jaloers. Want Yves wil altijd dat ik als eerst naar haar toe kom. Oh, kijk. En hij staat lekker hier. George stond eerst op zaagsel en hij is niet gewend om op stro te staan. En omdat hij dat niet gewend is, kan je niet ineens een paard helemaal op stro zetten. Want soms gaan ze dan eten en dan kunnen ze coliek krijgen. Maar nu doen we elke dag gewoon een beetje stro erbij. Als het goed is, eet hij het niet op. En oh, dit is trouwens heel lekker wat hij doet. Hij doet hele zachte bijtjes en het, weet niet, het, alsof iemand op je hand kriebelt. Doe eens van die zachte bijtjes en dan doet hij helemaal over je hele hand. En dan heel zachtjes doet hij het. Oh. En hij vindt het ook heel leuk. Kijk, in het begin kon ik nog niet zo met hem doen. Dan vindt hij het heel leuk om de hele tijd zo te spelen. Maar hij is dus vies. En ik heb iets gekocht, het heet Green Remover. En dan schijnt het dus wel, oh, wel aan je hooi eten en niet je stro. Schijnt dus als je dat erop spuit, gaan we zo even proberen dat het dan weggaat. Ik moet er nog wel een beetje aan wennen dat hij wit is, want ik hou echt ervan dat mijn paarden echt super mooi glimmen. Dat ze er heel mooi bij staan. Dat ze, als ze lekker de hele dag op het land hebben gestaan, dat ik ze daar lekker poets en s'avonds helemaal schoon naar bed gaan, zeg maar, in de stal. En nu is mijn zilveren unicorn een beetje smerig, maar ja, aan de andere kant, heb je wel wat te doen, heb je wel wat te poetsen. Zit je lekker te eten? Het is wel echt druk, want ik heb natuurlijk Yves, Vito en George nu. En Jack staat natuurlijk op een andere stal. Maar ja, je wilt natuurlijk alle paarden evenveel aandacht geven. Maar zoals je ziet, Vito staat daar lekker naar buiten te kijken. Hij vindt het nu al niet meer erg, want hij weet dat hij daarna ook gewoon heel veel aandacht krijgt. En Yves die heeft er nog wel een beetje moeite mee. Maar zodra ik Yves maar gewoon elke keer als eerste begroet, vindt hij het allemaal wel goed. En ja, weet je, met een nieuw paard wil je natuurlijk ook nog een hele nieuwe band opbouwen. Dus ik heb ook wel gisteravond echt heel lang bij George in de stal zo met hem staan spelen. Hallo, hallo, hallo. Ja, George vindt het echt heel leuk om te spelen. Af en toe moet je wel uitkijken, want hij mag natuurlijk niet bijten. Hengsten hebben wel snel dat ze een hapje willen nemen, maar zolang hij gewoon speelt vind ik het goed. Ja, spelen. Oh, en ik ben echt, oh, vind je het lekker? Oh, dit vindt hij zo lekker. Niet uit je stal gaan. Nee, je mag niet uit je stal gaan, maar kriebelen vindt hij zo lekker. En oh, ik ben zo blij met hem. Hij is zo lief. En elke ochtend als ik wakker word, kan ik het gewoon niet. Oh, aan de onderkant. Oh, vind je het leuk? Dat is de camera. Oké, elke ochtend kan ik gewoon niet geloven dat George van mij is. En ik droom ook 's nachts over hem. Ja, ik ben er echt zo blij mee. Ja, je bent zo lief. Ja, lekker hè. Ik ga heel even je halster pakken, ja? Ik kom zo terug. Oké, gaan we naar de poetsplaats? Weet je wat ik nog wel een beetje aan hem merk? Hij is soms toch best wel een beetje bang. Je moet echt heel rustig met hem zijn.
Ja, braaf. Heel vaak hebben die Spaanse paarden, als je één keer heel hard boe zet, staan ze bijna te trillen in een hoekje. Dat is best wel zielig. Ja. Oh, trouwens, ik heb heel veel nieuwe spullen voor George. Als jullie het leuk vinden, kan ik er een unboxing video over maken. Moet je even onder in de reactie zetten als je dat wil. Ja, dan gaan we alle jouw nieuwe spullen laten zien. Maar normaal met Yves of Vito kan ik best wel een beetje lom zijn. Maar hier moet ik echt, ja, heel voorzichtig gewoon zo lopen. Nee, niet een hapje nemen. Kom eens. Braaf. Goed zo. Oké, hier op de voetsplaats. Ja, even draaien, dat vind je ook nog een beetje spannend. Goed, ga maar zachtjes draaien. Ga maar. Goed zo, braaf. Ja, je bent heel erg lief. Je bent heel erg lief. Oké, we gaan eens even kijken of het gaat werken, jouw remover. Ik heb een soort van remove wat poepvlekken moet weghalen. En ik heb ook nog iets anders besteld, dat heb ik van een vriendin gekregen. Dat is alleen nog niet binnen. Dus we hebben nu een soort van noodoplossing. Oh, dat wordt zo volwassen in het leven dat jij hier bent. Je staat dat je het moet schudden. Oh, hij vindt het eng. Oh nee, toch niet. Hij had aandacht. Oké, dan moet ik hem even op spray zetten. Ik ben benieuwd. En dan moet 10 minuten moet het intrekken. Oh, hou je niet van sprayen. Yves houdt er ook niet van. Ik kan me niet voorstellen dat het weg, dat het zometeen weg is. Ik moet het dus immerseren en ik moet zeggen, eerst toen ik het zo zag dacht ik, hier geloof ik echt niet in, maar ik heb toch wel een idee dat het zou kunnen werken. Maar nu moet ik het toch nog even laten zitten? Ja. Oké, ja, nog heel even laten zitten. 10 minuten of zo. Oh, deze kant ben ik er ook wel benieuwd naar. Nou, het zou nog best wel eens kunnen werken. Dat zou handig zijn. Het wordt er niet heel veel mooier op. Maar dit, het grappige is, Yves heeft dus ook altijd dit soort vlekken en Vito ook, maar daar valt het niet op. Oké, ondertussen dat dit moet intrekken, gaan we wel eventjes poetsen. Ja, vind je dat lekker? Braaf. En je moet echt alles wat ik net al zei echt heel voorzichtig bij hem doen. Nee, geen hapje uit mijn arm nemen. Maar ik merk nu alweer dat hij wel relaxter wordt. Zeg maar. In het begin schrokt hij de hele tijd heel erg van... Oh, wat doe je? Oh, wat zit je te snuffelen? Oké, deze doe ik af. Oké, hier is nog wel gewoon heel veel wit. Ja, echt wel mooi. Kijk, dit is trouwens wel echt zielig. Hier heeft hij een heel brandmerk en dan staat de letter G. En alle Spaanse paarden die krijgen een brandmerk. En ze moeten het eigenlijk gewoon verbieden. Want het is ten eerste gewoon niet nodig. Ten tweede, het is niet mooi. En ten derde, de grootste reden is gewoon super zielig. Het is echt gewoon zo van middeleeuws iets. Ja, maar jij hebt nog de pech. Oké, George houdt wel echt heel erg van poetsen. Daar ben ik wel blij mee. Want ik hou niet van paarden die er helemaal niks mee hebben. Want het is juist zo lekker. En ik heb hier nog een klein poepvlekje. Kijk, je kan het ook best wel goed wegkrijgen. Alleen het wordt wel een beetje geel. Als we op wedstrijd gaan of een show. Normaal gesproken als ik op show ging met Vito. En die is natuurlijk zwart. Dan was ik hem gewoon de dag van tevoren als we heel vroeg weg moesten. Of als ik op wedstrijd moest met Yves. Dan was ik hem gewoon de dag van tevoren. Alleen dat feest is nu voorbij. En ik ben altijd best wel een beetje lui, want ik heb zoiets van, oh, ze zijn toch gewoon mooi. Ja, alleen nu kan dat niet meer met jou. Dat wordt heel veel wassen en poetsen. Liz heeft me uitgelachen. Liz weet dat ik niet tegen vieze paarden kan. Ging je echt lachen? Maar ik heb serieus een paar dagen mazzel gehad. Hij was serieus een paar dagen echt... Vanaf tot morgen. Ja. Sinds hij hier staat, even kijken, nu 4 dagen. Elke ochtend dacht ik, oké, hij gaat helemaal smerig zijn. En elke dag was hij nog gewoon helemaal brandschoon. Ja, gisteren had hij een paar kleine vlekjes. En nu is het gewoon niet één kant, maar allebei de kanten. Maar ja, dat maakt niet uit. Je mag gewoon lekker vies zijn, hoor. Braaf.
En ik ga binnenkort nog een hele video maken over dit ras. Het is natuurlijk een Andalusiër en je noemt het ook wel een PRE. Dat is een overkoepelde naam voor dit ras. En ik vind het ras echt helemaal geweldig, omdat ze zijn eigenlijk vroeger gefokt voor de oorlog. Om te vechten op slachtvelden. Maar dat betekent dat ze best wel moedig zijn, dat ze altijd willen werken. En als ik op George rij, heb ik echt het gevoel dat ik gewoon in een Ferrari zit. Ik moet nog wel een soort van leren om met hem om te gaan en of hoe het allemaal werkt met hem. En weet je, hij heeft natuurlijk ook al heel lang een ander baasje gehad en zo. Dus je wilt natuurlijk ook niet iets doen waarvan hij in de war raakt. Je ondertussen even lekker een borstel te eten. Maar het is wel echt ontzettend gaaf. Ik heb nog nooit zoiets gevoeld. Het lijkt wel alsof je, als je in draf gaat, alsof je zweeft of zo. Maar goed, het is wel gaaf om te voelen dat hij altijd alleen maar, hij wil echt werken. Want daarvoor zei ik net, ik wilde hem gewoon lekker een paar weekjes lekker vrijgeven naar die reis. Maar hij werd er gewoon niet blij van. Hij had gewoon, je hebt veel energie. En nadat hij gereden heeft, merk je ook gewoon dat hij echt rustiger is en dat hij echt soort van, zich lekker voelt. En hoe vind je het zelf gaan? Ben je even je tanden aan het poetsen? Wat handig. Kijk, geen gaatjes. Dat merk je wel, omdat het een hengst is. Hij wil wel echt overal aan eten. En je moet best wel consequent zijn met een hengst. Want als je hem één vinger geeft, dan pakt hij meteen je hele hand. En dat is wel wat anders dan met Yves. Maar Yves is echt heel goed opgevoed. Die zal, als je met hem loopt, echt nooit iets geks doen of iets raars. Ze kan wel wild worden, maar blijft altijd bij je. Vito is sowieso echt heel rustig en braaf, eigenlijk met alles. En met deze, als je met hem gaat lopen, moet je echt heel goed opletten. Want die wil nog wel eens gaan galopperen of springen naast je. Oké, daar gaat hij. Nou, ik vind het niet echt geslaagd hoor. Het blijft geel. Oké. Als iemand van jullie een wit paard heeft en heeft een idee hoe ik makkelijk poepvlekken eraf kan krijgen, laat het onder in de reacties even weten. Want dit is niet echt dat je zegt het wordt wit. Het wordt gewoon iets lichter geel. Het begint al iets witter te worden. Nou, kijk, ik moet zeggen, misschien als ik er nog een beetje bij doe. Oh, wacht. Ik ga nog even sprayen. Niet schrikken, het is niet eng. Ik moet zeggen, het is nu toch wel iets beter dan het was. En hier nog wel een paar vlekjes. Maar als je niet van spray houdt, dan Nog niet helemaal goed, maar wel beter. Goed gedaan, hoor. Kijk, hij vindt het wel lekker. Vind je het een soort massage? Nou, ik denk dat je het nog heel vaak gaat krijgen, dit. Die hele handdoek. Oh, ik ga zoveel handdoeken, denk ik, wassen per week. Kijk, zijn staart is trouwens echt zo mooi. Hij heeft highlights en lowlights en grijs en bruin en wit en crème. Het is echt wel heel gaaf. Oké, dan wil ik tegen jullie nu zeggen, dankjewel voor het kijken. Vond je het een leuke video? Doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En wat ik al zei, wil je een unboxing zien met allemaal nieuwe spullen die ik voor George heb? Of wil je zien dat ik op George ga rijden? Laat het onder in de reacties eventjes weten of zijn er nog andere dingen die je van George wilt zien of die je van George wilt weten? Laat het ook eventjes weten. Nou, nogmaals bedankt voor het kijken en tot volgende week. Braaf.